Dit is Arend Zoog Radio. Welkom terug, luisteraars, bij deze uitzending van Arend Zeevaart over vreemdelingendetentie. Mede naar aanleiding van het rapport dat Amnesty International hierover heeft uitgebracht. En weer een nieuw licht heeft laten schijnen op bijzonder schrijnende toestanden die in detentiecentra met vreemdelingen plaatsvinden. Inmiddels heeft Joke Caviar zich ook gemeld in de uitzending. Welkom Joke. Oh, hallo. Kun je even een korte introductie van jezelf geven, Joke? Van, jij bent al een tijd met asielzoekers en vreemdelingen, om maar zo te zeggen, bezig. In welke hoedanigheid? Kun je daar eens iets over zeggen? Nou ja, in verschillende hoedanigheden. Als schrijfster, in de zin van... Ik schrijf artikelen, ik schrijf sowieso ook al heel lang gedichten en teksten. En ik schrijf ook wel eens de verhalen op van mensen die ik ontmoet, die vertellen wat ze meegemaakt hebben. En die publiceer ik dan. En ik ben er ook in de hoedanigheid van activisten mee bezig, verschillende actiegroepen. En in de hoedanigheid van webmaster, webpublicist. Dus ik maak ook websites en... Een van het vrijheid van beweging onder andere. Er staan een hele hoop websites op het allemaal informatie en verhalen. Ja, ik zal je website even noemen. De website van Joke heet www.jokecaviar.nl. Daar kunnen jullie dus allerlei zaken vinden waar Joke mee bezig is en die zij in de publiciteit brengt. Ja, dat doe je al een hele tijd, of niet? Ja, maar even een kleine correctie, want jokecaviar.nl is echt mijn persoonlijke website. Oké. Okay. Daar staan inderdaad ook wel verhalen op hoor, maar het zijn ook persoonlijke dingen, zoals gedichten en zo. Website www.vrijheidvanbeweging.nl, die heb ik later eigenlijk opgezet met als doel om die echt te gebruiken voor informatie die gaat over het migratiebeleid. En daar staat dus de website voor het Nederland dan weer op. En daar staat de website op met verhalen van mensen die vast hebben gezeten. Er staat een zwart boek op van Janneke van Beek over het oude uitzendcentrum 16hoven. En er staat ook een dodenlijst op van mensen die allemaal ten gevolge van de Nederlandse politiek zijn overleden. Hè. Dus zij het op straat, zij het in detentiecentra. Dus dat staan verschillende, die site is zeg maar echt opgericht om er informatie over te verschaffen. Die is echt volgemaakt. Ja. Ja. En, je vroeg. Sorry. Ja? Ik wilde je vragen of jij het ook bekend bent met dat rapport van Amnesty International. Ik heb het nog niet gelezen, nee. Ik heb hier nog wel het rapport van 2 jaar geleden liggen. Want toen had ik namelijk ook al een rapport uitgebracht. En ja, klopt. Het streven van Amnesty is eigenlijk dat, dat er sinds dat rapport van 2 jaar geleden, hè, dus dat was juni 2008, dat er helemaal niks verbeterd is. Dat is helemaal net alsof het verbeterd. En die zogenaamde verbeteringen, dat zijn eigenlijk hele marginale, oppervlakkige dingen. He, als je ziet hoe het in essentie eraan toe gaat natuurlijk. He, dus zulke stukken dingen als, van, ja, er kan iets meer gelucht worden. Dus het aantal uren bezoek is uitgebreid van 1 naar 2. Nou, jongen, zeg, als je dan ziet wat er allemaal gebeurt daarbinnen. En hoe de bewakers met mensen omgaan. En hoe het systeem aan zichzelf natuurlijk gewoon... absurd werkt, dan denk ik van nou, dat zijn die hele oppervlakkige dingen waar dan eigenlijk een beetje boel mee koest wordt gehouden, hè? Dus ja, binnen, ja, precies. Als de mensen binnen daarmee koest houden van kijk eens, je krijgt een uurtje lucht meer en nou je mond verder houden. Maar ook de opinie zo van kijk eens, we hebben wat dingen verbeterd. Nou, geweldig hoor. Maar ondertussen zetten de hele partij er natuurlijk gewoon door. Ja, nu wat betreft publiciteit en dergelijke, nu heeft dit rapport van Amnesty International vrij veel publiciteit gekregen in verschillende media, gangbare media. Geeft jou dat een gevoel van vertrouwen dat er een verandering mogelijk zou zijn? Eerlijk gezegd niet, nee. Dat was namelijk vorige keer ook zo met dat rapport dat ik net aanhaalde. Toen was er ook een hoop publiciteit en er werd er ook gezegd, oh we gaan dingen verbeteren. En anderzijds heeft Al-Barak toen ook gezegd dat sommige dingen gewoon niet waar waren of overdreven waren. He, dus het werd enerzijds gebagitaliseerd en anderzijds werd er op een aantal punten dan wel toegegeven en gezegd van we gaan dingen verbeteren. En als je dan ziet wat er dan zogenaamd verbeterd is, dan denk ik, ja dat is gewoon een zoethoudertje. En dat is ook wat binnen gebeurt. Vind ik, dat je wel eens hoort van mensen, he, dat ze klagen of dat ze... dat er kleine opstandjes zijn en dat die dan vervolgens eigenlijk worden gesust door allerlei marginale toezeggingen die er vaak ook helemaal niet worden nagekomen. Het is eigenlijk wat de mensen binnen ook zeggen, hè. En bijvoorbeeld, nou ja, ook zoiets als, is bijvoorbeeld een lawaai-demonstratie dan bij zo'n detentiecentrum. Toevallig was ik van de week op bezoek bij iemand die in de Baaisboot in Zaandam zit.
En hetzelfde van Gorre was in 2007, zat ik ook vast. En toen, toen was er een lawaai-demonstratie, bij, hè, een solidariteitsdemonstratie. Bij de Baaisboot in Dordrecht, daar zat ik toen. Ja, zegt hij dan, dan komt het, komen ze ons cola en chips geven. En ja, dat bedoel ik dat je daar dan een beetje door laat zoet houden. En dat je dan dus niet gaat protesteren. Hè, want wat mensen wel vaak doen, zoals toen zo'n lawaai-demo is, dan gaan ze bonzen op de ramen en roepen naar buiten. En dan gaan ze gewoon binnen ook een beetje een opstandje houden. En vaak vertellen ze dan ook verhalen door de tralies heen naar buiten, weet je wel. En ja, goed, de directie wilde dat die mensen dat niet doen. Dus dan gaan ze zoet houden en dat doen ze, dan geven ze cola en chips. Zoet houden is gewoon, dat is gewoon de Nederlandse politiek. Zoet houden en de hele tijd maar roepen van, ach, het is allemaal zo humaan. Ja, Nederland heeft sowieso natuurlijk een beetje de naam om met een vermanend domineesvingertje naar het buitenland te wijzen betreffende schendingen van mensenrechten. Ja. Maar een stuk zelfreflectie ten aanzien van het eigen beleid, dat ontbreekt natuurlijk ten alle tijden. Ontbreekt volkomen, absoluut. Ja, en neem dan zoiets als bijvoorbeeld die medische ziekte in al die centra. Dan wordt nou toch echt al jaren en jaren en jaren gezegd. Het is dokter Paracetamol, die komt even langs. Er is eigenlijk helemaal geen echte medische hulp aanwezig. En nou krijg ik vandaag net een e-mail van een vriendin van mij, die dus heel veel mensen bezoekt in de detentiecentra. En die op dit moment mensen bezoekt in dat nieuwe detentiecentrum op Rotterdam Airport. En ja, die schrijft mij dan ook weer wat ze dan vandaag allemaal weer hoort over die medische dienst. Dan zegt ze bijvoorbeeld van ja, ik ben bij iemand op bezoek geweest en die vertelt dan hoe het daar aan toe gaat met die medische dienst. En dan is het twee keer in de week is er een spreekuurtje van een verpleger of zo. En dan moet je daar dus zijn. En als er op dat moment niks met je aan de hand is en misschien op een ander moment wel, dan kan je het vergeten. Dan gewoon heel lang wachten tot er een keertje iemand komt. En dan wordt paracetamol uitgedeeld en wordt er niet echt naar gekeken. Ik hoorde er een bijboot is aan dan. Dat wil ook zeggen van ja, er is hier een man die is hartstikke ziek. En die is net als benen geel worden of zo, dat heb ik niet helemaal goed begrepen. Maar verder gaan ze met zo'n man naar het ziekenhuis en die man spreekt alleen Arabisch. En dan gaat er niet een poort mee. Ja, dan moet die man zich dus in het Arabisch met Nederlandse artsen zien te redden uitleggen wat hij heeft. Nee, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus die man gaat terug. Die man gaat weer terug. Dus dat betekent gewoon hoe dat nou gewoon al jaar en dag gaat met die medische hulp. En dat daar gewoon niks aan verandert. Ja, nu is het zo dat op jouw website Vrij van Beweging staat ook een verhaal van iemand die in detentiecentrum Alphen aan de Rijn heeft gezeten. En waar bewust medische behandeling van oogproblematiek werd uitgesteld. Ja, dat is maar één verhaal. Dat zijn er gewoon heel veel die zo gaan. Ik heb het verhaal niet uit mijn hoofd, hoor. Ik publiceer er regelmatig verhalen. Dus als je dan zegt, kom dat even op wat je daar hebt staan, dat kan ik niet. Maar... Nee, dat gaat niet. Maar het is in ieder geval iets wat ik ben tegengekomen. Ja. En wat ik toch ook wel als bijzonder kwalijk vind eigenlijk. Het is heel kwaad, het is misdadig zelfs om mensen medische behandeling te weigeren. Ja, dat hoor je wel. Ik zit al die verhalen aan te luisteren. Ik heb al die tijd nog niks gezegd of gevraagd. Maar als ik die verhalen hoor van Joke, van Yvonne en van Monique. Dit is dus overduidelijk, want dit zijn drie verschillende mensen die elkaar niet kennen. Dit is dus aan de orde van de dag. Joke publiceert daarover op een website. Nou, hartstikke goed dat het in ieder geval naar buiten gebracht wordt. Nu wordt er ook via Argus Oogradio aandacht aan besteed. Maar waar is de media in dit verhaal? Kunnen jullie je verhaal kwijt aan de media? Zijn er journalisten die dit op willen pakken? Ik durf bijna het antwoord van tevoren al te voorspellen, maar laat ik beginnen bij jou, Joke. Heb jij geprobeerd de media te benaderen? Jazeker wel, en dat lukt ook best wel eens hoor. Het is heel moeilijk, dat moet onmiddellijk gezegd, maar een tijdje geleden toen had ik ook wat informatie en dat heb ik een beetje rondgeslingerd. En uiteindelijk ben ik benaderd door een journalist van de VARA.
uitgesproken VARA, dat is Flip de Jong. En die zat vroeger bij De Andere Wereld op zondagmorgen. Nou ja, dat programma dat is, dat heeft moeten wijken voor allerlei populistische radiozenders. En die man zit nou dus bij de VARA. En die, die mailde dus terug van ja, ik wil er wat mee doen. Vervolgens zijn we maandenlang bezig geweest om hen dus te voorzien van verhalen. En waar wij dan ook heel erg op stuiten was dat er zijn heel veel mensen die verhalen hebben en ze ook vertellen. Het zij als ze vastzitten, het zij van mensen vrijkomen. Maar als je dan nu mensen naar de pers wil brengen, dan slaat de angst toe. En dat is eigenlijk op het moment dat je dan pers hebt weten te bereiken heel vaak het probleem. Kijk, het is zo dat mensen worden binnen slecht behandeld. Die zijn bang. Die worden dan op een gegeven moment het zijn gedeporteerd, het zijn geklinkerd. Klinkert voor de luisteraar die dat niet weet, betekent dat je wordt vrijgelaten met een brief dat je het land binnen 24 uur moet verlaten. Nou ja, mensen die op die manier worden vrijgelaten, die kunnen natuurlijk helemaal niet weg, anders waren ze wel gedeporteerd. Dus die lopen hier dan in Nederland rond, die zijn nog steeds illegaal en kunnen elk moment weer opgepakt worden. Nou, je begrijpt dat die mensen dus niet graag op televisie willen om hun verhaal te vertellen. Die zijn bang. Die zijn bang om opgepakt te worden, die zijn bang om represailles te krijgen als ze weer in dat systeem terechtkomen, omdat ze iets verteld hebben. Dus het is heel moeilijk om daardoor heen te breken. Door die angst heen te breken. En dat houdt natuurlijk ook die depressie in stand. Dus dat is gewoon ook een punt. En we zijn heel lang bezig geweest met Flip en met mensen van die dat iets wilden vertellen. En het lukte maar niet. En uiteindelijk is hem dat dus zelf gelukt. En die uitzending is een paar weken terug geweest. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat er mensen dus weer gaan bellen. Van, ik zit daar en daar in het detentiecentrum en ik heb dat op tv gezien. En ik wil ook mijn verhaal kwijt. Ja, jammer, die uitzending is net geweest. Dan is het niet meer hot. Dat is niet meer interessant. Nou ja, goed, ik heb Flip inmiddels wel weer gesproken. En die zegt van, ja, daar wil ik zeker wel weer wat mee. Alleen, ik kan natuurlijk niet de week daarna weer daarmee komen. Ja, precies. Dus ja, dan moet je weer je kans afwachten tot zich weer de gelegenheid voordoet. Dan heeft hij wel gezegd van wij willen daar vaker. Wij willen daar doorlopend mee aan de gang blijven. Dus ik zal zeker een slim contact houden. Maar ja goed, dat is dus zeg maar in het gunstigste geval. Hè, dat je dus inderdaad iemand vindt die daartoe bereid is. En hij is dat dan. En, maar ja, voor het overige is het over het algemeen best wel moeilijk. Dat klopt. Je mag wel met zo iemand die er wat mee doen. En ja, op het moment dat er heel veel rapporten uitkomen zoals nu. Dan ineens, hè, dan is er ook wel even wat aandacht voor, maar dat is ook zo weer weggezakt. Ja, ik wil net zeggen, want dat rapport is dan net uit van Amnesty. Ja. Nou, ik ben door Arend gevraagd om hier vanavond bij te zitten. Ik was niet eens op de hoogte van dat rapport, dus ik heb dat via de reguliere media niet meegekregen. Nee. Nou, kun je nagaan. Nu had Monique, meen ik, ook contact met Eén Vandaag. Kun je daar iets over zeggen, Monique? Ja, dat klopt. Want is deze zomer getuige geweest van de dood van... daar is hij de hele nacht bij geweest bij een Somalische vrouw. Die is, dat is toen ook in de media geweest. En heeft hij een interview gedaan bij Eén Vandaag. En ja, naar aanleiding daarvan heb ik Eén Vandaag weer opgebeld en gezegd van jongens, hou even in de gaten dat die jongen die jullie geholpen heeft met die reportage over die Somalische mevrouw, dat die nu het land uitgezet gaat worden. En zij wilde eigenlijk de vrijdag dat wij ook een paar ontmoet hebben bij de gevangenis, wilde zij komen om een interview met mij te doen buiten de gevangenispoort. En dat is niet gelukt omdat er ander nieuws tussendoor kwam, maar zij gaat het zeker oppikken en ze wil er later op terugkomen en dan wil ze daar toch een reportage over gaan maken. Dus of gewoon over dat rapport van Amnesty inderdaad dan en dan met persoonlijke verhalen en dan inderdaad ook met mij en eventueel, ja, als het lukt ook een interview met Hossein, maar ja, dat we zullen waarschijnlijk wel niet de gevangenis in mogen met camera, dus dat zal wel niks worden dan, maar... Ja, misschien dat hij ons dan kan bellen of zo, weet je wel. Dat we dat op die manier dan doen. Maar daar zijn we inderdaad wel mee bezig. En omdat ik heb zelf samen met twee vriendinnen een stichting, Interculturele Inspiratie. En de ene vriendin van deze stichting, die heeft een broer in Engeland die films maakt. En documentaires. En die wil heel graag met ons hier in Nederland ook een documentaire erover gaan maken. Dat we gewoon eens... van alle kanten gaan toelichten hoe ze eigenlijk met die mensen omgaan. Dus in de centra, in de detentiecentra, maar ook in de gewone opvangcentra. En ja, gewoon om eens te kijken, een reëel beeld te geven van
ja, wat gebeurt eigenlijk met die mensen? En ja, er zijn gewoon zoveel mensen die ik spreek die niet eens weten dat dit gebeurt. Dat die mensen opgepakt worden en daar ingezet worden en hoe ze behandeld worden. Het zijn gewoon, volgens mij weet de helft, meer dan de helft van Nederland niet eens dat dit gebeurt. Nederlanders kunnen dus gaan zeggen, net als de Duitsers, wir haben es nicht gewusst. Ja, dat denk ik wel, ja, want ik spreek heel veel mensen. En dan, als ik zeg, van, want mensen vragen dan van, goh, is het met de jongens? En dan zeg ik, nou, ze zitten vast. En dan, ze zitten vast en dan zijn ze helemaal verbaasd. En dan vertel je het van waar ze zitten en hoe ze zitten en dat soort dingen. En dan is het echt zo van, nou, we wisten helemaal niet dat het bestond. Nou, ik heb zelf dus ook enige ervaring met de media rond de man waar ik nogal bij betrokken ben, een Soedanees, Omar noem ik hem maar even in dit geval. Die is 3 weken geleden dus voor de 6e keer opgepakt, zit nu in kamp Zeist en 3 jaar geleden, vlak voor het generaal Pardon werd afgekondigd, werd hij ook opgepakt, heeft hij 2 weken vastgezeten. En toen hebben wij ook een behoorlijke mediacampagne zijn we gestart. Weliswaar de regionale media, maar dat heeft wel tot resultaat gehad dat de gemeente toen met een burgemeesterverklaring kwam, waaruit bleek dat hij dus in 2006 het hele jaar in die gemeente verbleven had, in een particuliere noodopvang in dit geval. En die burgemeesterverklaring was nodig om een beroep te kunnen doen op het generaal Pardon. Wat hij dus dan ook gedaan heeft. En die mediacampagne heeft daar in ieder geval aan bijgedragen. Ik heb toen samen met de advocaat van hem een gesprek gehad met de wethouder van die gemeente. Die advocaat heeft zich ook gemeld naar aanleiding van die mediacampagne. De IND heeft zich mede hierdoor, door het afgeven van die burgemeesterverklaring, die gemeente was toen de eerste in het land die dat deed, heeft de IND zich ook een beetje onder druk moeten laten zetten om hem gewoon vrij te laten. In afwachting van die generaal Pardon procedure of de beoordeling daarvan. Dus het kan soms wel resultaat hebben. Maar dat, wat ik dan niet begrijp, is waarom zit hij nu dan weer vast? Wat is er dan misgegaan? Nou ja, kijk, dat is het punt. Hij heeft sinds hij toen vrij is gekomen, heeft hij een meldplicht gehad. Iedere dinsdag moest hij zich melden bij het politiebureau. Ja. Dat heeft hij dus trouw gedaan. Maar op een gegeven moment ging de dienst terugkeer en vertrek zich met hem bemoeien. En die wilde dus hem het land uit hebben. En die deden van alles voor om hem daarin te ondersteunen en ook te pushen. Hij is toen voor de 5e keer voor een presentatie op de Soedanese ambassade geweest, die al eerder had aangegeven niet mee te willen werken, omdat hij niet kon bewijzen dat hij uit Soedan kwam, dus wilde geen laissez-passer afgeven. Nu onlangs heeft die dienst terugkeren. Een tijdje hebben ze zich koers gehouden, maar een paar weken geleden, of een maand of anderhalf maand geleden, toen kwamen ze opnieuw met zo'n presentatieverhaal. Maar toen kreeg ik dus een dag van tevoren te horen dat hij de volgende dag om 1 uur in Den Haag moest zijn. Moest hij zelf maar zien te komen, uit eigen middelen betalen, die hij niet heeft. En in overleg met de advocaat is toen besloten dat hij dat niet zou gaan doen. En die advocaat heeft toen ook een behoorlijk pittig gesprek gehad met die dienst terugkeer en vertrek. Ze hebben een beetje ruzie gemaakt. En het feit dat hij toen niet gegaan is, werd als een weigering beschouwd van het mee willen werken aan uitzetting. Ja, ja. En daarom is hij nu dus opgepakt. Want een stelletje ratten zijn het ook, hè? Waar het niet voor de En ze waren zo ratterig dat op het moment dat hij opgepakt werd, of in ieder geval de dag dat hij opgepakt werd, het was tijdens een meldingsmoment op een dinsdagochtend. De dag erna had hij dus ook een afspraak weer met die DTNV op het politiebureau, waar de advocaat en mijn jongste dochter bij zouden zijn. Maar dat moment hebben ze dus niet willen kiezen, omdat dat te veel commotie zou geven. Dus die dinsdagochtend was een rustig moment, kon ze hem in alle rust afvoeren, zonder dat er pottenkijkers bij waren. Ja. Ongelooflijk, hè? Zo gaat dat dus. Ja, precies. Ja, maar dit soort dingen moeten dus gewoon naar buiten gebracht worden. En wat er dus uiteindelijk in de reguliere media naar buiten gebracht wordt, is mondjesmaat. Terwijl als Wilders zo een of andere uitspraak doet, dan is dat gelijk all over the news. Dus het klimaat is op dit moment natuurlijk alles behalve gunstig om dit soort informatie naar buiten te brengen. Terwijl het juist meer dan ooit
eigenlijk naar buiten gebracht moet worden. Maar waar ik aan zit te denken is, heeft iemand van jullie ooit gedacht om bij Argos dit aan te kaarten, dit onderzoeksjournalistiek programma van de VPRO? Ja, bijvoorbeeld, dat is een mogelijkheid. Ja, van Argus naar Argos. Ja. Ja, nou, ja. Weet je, ik voel wel dat het nu aan de tijd is, hè, en daarom heb ik dit programma ook georganiseerd met jullie, dat het nu aan de tijd is om handen in één te slaan en met meerdere mensen, meerdere actiegroepen gewoon flink aan de weg te gaan timmeren, ook in die media. Er is rond Kamp Zeist is er in het verleden een actiegroep geweest, Sluit Kamp Zeist. Die heeft ook behoorlijk aan de weg getimmerd. Die heeft zelfs ook het van alles en over wat georganiseerd. Maar die leidt inmiddels tegen Kamp Zeist, toch? Ja. Nou, dat zal nog wat meer. Ja. Ja, en dat zal ook nog meer gaan gebeuren. En ik denk dat het nu juist aan de tijd is om vanuit verschillende hoeken en gaten elkaar te vinden en gemeenschappelijke acties te gaan ondernemen. Ja, dat moet in elk geval. Dat ligt stil de laatste tijd. En het is zaak dat er inderdaad meer mensen weer zich daarmee bezig gaan houden. Absoluut. Juist. Ja. Hey, Yvonne, we hebben van jou nog niet gehoord. Heb jij ook pogingen ondernomen om dit bij de reguliere media en naar buiten te brengen? Ja, ik voer verschillende gesprekken met meerdere mensen, maar eigenlijk om even terug te komen op het begin, in de eerste instantie dat we telefonisch contact hadden, is het eigenlijk een beetje anders gegaan als dat het iemand anders die nam de telefoon op, dus dat vooropgesteld, maar vandaar dat ik eigenlijk een klein beetje van me apropos ben gebracht, maar ik wilde eigenlijk even kort samengevat vertellen over het kamp Zeist. Dat is inderdaad echt en lijkt op een concentratiekamp, maar zelf het detentiecentrum in Ter Apel, daar ben ik hoogstpersoonlijk zelf geweest. Daar ben ik ook in geweest. Ik heb ook gezien hoe de desbetreffende mensen die dus daar asiel aanvragen, hoe die dus ook behandeld worden. Ik ben zelf ben hier geboren en getogen, maar heb op dezelfde matras gelegen, in dezelfde zaal gelegen als de mensen die asiel aanvroegen. Om daar eigenlijk al mee te beginnen, dat is eigenlijk heel uniek eigenlijk dat ik dat heb mee mogen maken. Het detentiecentrum in Zaandam, in de detentieboot, dat heb ik ook op verschillende plekken mogen bekijken. En het kamp Zeist, dat slaat toch echt wel alles. Ik bedoel, dat gaat echt buiten alle proporties om. En het gekonkel en het gelieg over. En inderdaad de mensen zo bang maken. En dat de mensen totaal ook eigenlijk geen gelegenheid krijgen om op een normale manier met een advocaat of naar buiten te treden door middel van de telefoon. Dat ze 10 minuten mogen bellen en dat ze afhankelijk zijn van een Cobra kaartje. Die ze dus zelf ook niet eens meer in ontvangst mogen nemen. Maar dat ze daar dat op een papiertje moeten schrijven. En ik heb ben met verschillende mensen bezig om inderdaad iets op te gaan zetten. En om dit zonder pardon ook echt verder naar buiten te brengen. En dat dit echt, heel Nederland mag weten hoe humaan de mensen bezig zijn met mensen die uit een ander land vandaan komen. En het voedsel is inderdaad niet te eten. Het is inderdaad schreeuwend duur. De medische dienst die laat echt ten wensen over. En men maakt van de mensen die bij wijze van spreken wel een verblijfsvergunning krijgen uiteindelijk, creëert men toch mensen die geestelijk zo geknakt zijn. En om het dan vervolgens als een pingpongballetje van de ene medische zorg buiten het bewijs van zo'n detentiecentrum naar de andere te sturen. Dus het over de broekstok en over de handboeien, dat klopt ook exact. Men gaat echt op een verschrikkelijke wijze met mensen om die van buiten komen.
Ja, maar even een stukje historie van kamp Zeist. Ja. Dat was tussen 1999 en 2002. Was een groot deel van dat kamp was Schots grondgebied voor de huisvesting van een Schotse rechtbank en gevangenis voor de rechtszaak tegen de Libiër die verdacht werd van die Lockerbie-aanslag. En zelfs Geert Wilders, zie ik hier, die heeft er ook een tijdje gewoond. Vast niet op de manier zoals de asielzoekers daar nu wonen. Omdat het daar uit veiligheidsoverwegingen heeft hij daar ook een tijd gebivakkeerd. Nou, dat is ook een interessant stukje geschiedenis van Kamp Zeist. Ja, ja. Die naam ook, hè, Kamp Zeist. Ja, het klinkt gewoon als een concentratiekamp. Precies, ik zet het in mijn artikel heb ik het ook consequent tussen haakjes voorgezet. Concentratiekamp Zeist. Ja. Nou, wat er ook heel vaak dus gebeurt met dit soort centra, is dat toen Kamp Zeist niet meer voor die soort zaak werd gebruikt. Toen hebben ze op een gegeven moment geroepen, we gaan Kamp Zeist gaan we gebruiken om de bolletjeslikkers in op te sluiten. Hè? Dat is een snel celruimte nodig voor bolletjeslikkers die op Schiphol werden opgepakt. En dat hebben ze heel hard geroepen en dat hebben ze nog heel lang volgehouden. Met als gevolg dat heel vaak mensen nu nog steeds denken, als je ze spreekt daar in de buurt, daar zitten toch bolletjeslikkers. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar dat denken ze nog steeds. Dan lopen we daar rond, doen we een zwaaidemonstratie bij Kamp Zeist bijvoorbeeld. En dan kom je mensen tegen die daar een hond uitlaten. En die denken dan van ja, er zitten veldlegers of er zitten terroristen of er zitten bolletjeslikkers. Ze denken van alles, maar ze denken niet dat er mensen zitten die geen papieren hebben. Dat weet je wat helemaal niet. Je verbaast mij er ook. Dat is in je achtertuin. Ik bedoel, Agu heeft een aantal jaren geleden daar in de weide omtrek een krantje verspreid, een handdruk. Met verhalen uit Kamp Zeist en over Kamp Zeist. En nog presteren mensen het om het niet te weten. Ja, ik begrijp dat niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dit geeft natuurlijk. Er zijn rapporten en mensen weten het nog niet. Maar dit geeft natuurlijk wel een inkijkje in de psyche van mensen. Hè? Want nu kun je dus ook een beetje inleven in hoe mensen in de Tweede Wereldoorlog, in de tijden van de Tweede Wereldoorlog en daarvoor in Duitsland hebben geleefd. Hè? Rond die concentratiekampen. Er was gewoon een muur van geheimzinnigheid omheen. Men kon aan de buitenkant misschien wel het een en ander waarnemen. Maar wat er precies binnen gebeurde was een raadsel. En mensen waren er ook überhaupt niet in geïnteresseerd. Want iedereen was bezig met het eigen overleven. En dat is nu weer net zo, natuurlijk. Dat is nu weer net zo, tuurlijk. Ja, iedereen heeft het over de crisis en over het eigen inkomen wat daalt en de ontslagen en verhoging van de ziektekostenpremie enzovoorts. Zelfs grote groepen die dus verzetsacties organiseren in Den Haag, die hebben het alleen maar over de bezuinigingen. Hè? Bijna niemand heeft het over wat er nou met mensen zonder papieren al jarenlang gebeurt. Ik bedoel, we gaan zo meteen onze ziektekosten met een paar tientjes omhoog. Maar als ik dan denk aan die mensen die daar zitten en aan die mensen die op straat moeten zien te overleven met helemaal niks, die hebben dus al vele jaren helemaal niks. Geen enkele verzekering, geen enkele ziekenzorg, geen dak boven hun hoofd, geen eten. Het is zelfs zo erg dat er mensen zijn die bijvoorbeeld in zo'n waaiersboot zitten, die daar eigenlijk helemaal niet meer weg willen. Omdat het overleven op straat zelfs nog veel erger is en nog veel moeilijker dan in zo'n boot zitten. Dan moet je dus al weten of het in zo'n boot al beroert of iets of in kamp zij. Ja. Dat is echt eten inderdaad. Dat is er veel gehoord. Dat is tegenwoordig is daar één bedrijf, Sodexo, die al dat eten levert. Ja, dat wordt ook allemaal voor een groot deel geïnteresseerd op het moment. En die leveren dan niet van die goedkope magnetronmaaltijden, weet je wel. Maar ja, dat is in de gewone gevangenis dan ook zo. Ze willen het brood weer wat mensen krijgen gereduceerd tot eens in de twee dagen een half brood. En in de winkeltjes. Dat zegt, Yvonne was dat geloof ik net. Die zegt het ook al van het is allemaal schreeuwend duur. Ja, dat is zo. Dat is een absurd. Waar die mensen daarvoor moeten leven. En dan krijgen ze een tientje in de week of zo. Precies. Kunnen ze dan een telefoonkaart van kopen. Die kost €5. Die is in no time op. We hebben het nog niet eens over de Cobra-kaarten. Maar over de telefoonkaarten die daar verstrekt worden. Die zijn al veel duurder. En als jij een roker bent, gaat de andere helft op aan een pakje check. En voor de rest moet je het maar weer uitzoeken dan. Ja. Moet je dan ook niet gaan werken of zo voor een beetje geld. Niet dat het nou zoveel oplevert, maar zelfs als je zou willen, dan zou het ook niet kunnen. En wat ik dan weer hoor van mensen die daar binnen zitten. Hè, zoals het, dat is deze zegt in Rotterdam, dat ze dus pas geopend hebben. Dat zou dan zogenaamd prachtig zijn, hè? Zo'n paradepaadje. Dus er worden allemaal mannen in pakken rondgeleid om te laten zien hoe mooi het er wel niet is. Nou, als je die mensen daar binnen hoort over die omstandigheden daar ook, dat is echt. Ja, dat is echt ongelooflijk. Over de medische dienst en alles.
Nu gaf die persvoorlichter van Amnesty, die gaf aan het eind van het interview aan dat iemand de vergelijking had gemaakt tussen wat er in die detentiecentra gebeurt en Abu Ghraib in Bagdad, waar het ook een groot schandaal is geweest. Dat ging hem een beetje te ver. Maar goed, ik vind Amnesty sowieso een beetje te soft geworden, moet ik zeggen. Ja, maar Amnesty is helemaal niet tegen het opsluiten van mensen. Amnesty nee, dat bleek ook heel duidelijk. Het is nu maar aangebeuren. Ja, precies. Waar ik even naartoe wil is dat hetgeen wat we hier nu binnen die Nederlandse detentiecentra zien, en ik las toevallig vanavond nog een artikeltje over wat een Belgische... Die uitzettingen plaatsen, mensen die worden dan eerst met z'n allen verzameld van tevoren. In dat oude uitzetcentrum op Rotterdam Airport dat ze ook nog in gebruik hebben. Hè. Ze zeiden dat het dicht zou gaan, maar dat is niet zo. Dan worden ze allemaal verzameld en dan worden ze op een goede ochtend worden ze zo vroeg gewoon huppakee van het bed gelicht en op die manier het land uitgegooid. Maar over het uitzetten, ik bedoel, hoe wordt het IND bij wijze van spreken gecontroleerd? Hè? Men zegt van, nou, we hebben het grondig onderzocht en we hebben reden genoeg om de mensen uit te zetten. Maar is daar een contra, dat nagekeken wordt, dat er opnieuw iemand anders ook nog zorgvuldig naar kijkt buiten zo'n IND of wat dan ook om? Helemaal niet. Men gaat er gewoon uit van, nou, wij hebben het onderzocht. Hoe we het onderzocht hebben, dat gaat niemand wat aan. En je moet het maar geloven, je moet het maar vertrouwen. En als wij zeggen dat het niet klopt, bij wijze van spreken bepaalde papieren of noem maar op, als je verhaal klopt niet, dan gaan wij gewoon door om je uit te zetten. En het wordt totaal, wordt er helemaal niet naar gekeken. In het land van herkomst, men wordt echt zo bang gemaakt en de mensen die daadwerkelijk wel de mensen willen helpen, die worden ook op het verkeerde spoor gezet, zodat je het, het blijft gewoon op deze manier jarenlang kunnen ze dit blijven volhouden. Ja, maar iedereen mag gewoon rustig op los liggen ook, hoor. Want er vindt een zitting plaats, hè? Die vriendin waar ik het net over had, Janneke, die is wel eens naar zo'n zitting toe geweest. Mm-hmm. En dan kan de IND daar gewoon zeggen wat ze willen. En IND hoeft daarvoor helemaal niks te overleggen om te bewijzen wat zij beweren. Ze kunnen dat gewoon beweren wat ze beweren. Ja, en er is geen controle op, de rechter controleert dat niet eens. Je gelooft de IND gewoon van blindelings. Ja, klakloos. Ja. Ze kunnen totaal, ze kunnen gewoon hun gang gaan. Hè? Als hun zeggen bij wijze van spreken van nou, meneer of mevrouw, u komt niet over dat het geloofwaardig is, dan kunnen ze van alles en nog wat kunnen ze op je mouw spelden en hun hebben gewoon staan in hun recht. Ik bedoel, maar het punt is ook dat wanneer reguliere journalisten die wat kritischer zijn en op onderzoek uitgaan, die worden tegengewerkt. En als ze te ver gaan in hun onderzoek, worden ze ook opgepakt en wordt hun materiaal wordt afgenomen. Dat is dus wat die dame net, waar ik het over had, die Belgische antropologe, overkomen is. Maar ook een journalist, Arnold Karskens, van Dagblad De Pers, die is dat in België ook overkomen. En het duidt dus, wat ik net ook al zei, op een algehele, repressie die er wereldwijd aan het plaatsvinden is. Ja, kijk ook wat er met de Roma gebeurt op dit moment in Frankrijk. Juist. Ja. Juist, dus iedereen die zeg maar niet bereid is zich te voegen naar de regels van het spel die door de machtsfiguren worden vastgesteld, ja, die moeten daarvoor boeten, dat is duidelijk. Mm-hmm. Ja, dan zeg ik dus van kom dat maar gelijk goed in verzet. Ja, precies. Als jij op een milde manier, hè, vriendelijk en proberen niet al te grote eisen te stellen, hè, op die manier aan de slag gaat, dan word je een beetje afgekocht of je wordt een beetje gesust of je krijgt een berg repressie over je heen. Nou, dan zeg ik, kom dan ook maar gewoon gelijk in actie. Ja. En dat is precies. Wel, doen. En we krijgen natuurlijk ook regelmatig de kous op ons kop, maar alleen, we gaan ervoor. Juist. Het is zo schandalig wat daar binnen allemaal gebeurt. Dat nieuwe centrum ook. De isoleercellen zitten daar permanent vol, hoor. Ja. Waarom het meest in isoleercellen? Als je komt zo'n detentiecentrum binnen, hè, dan is het gelijk, hup, je moet een tweepersoonscel in. Kom jij in een gewone baanjes binnen, hè, als veroordeelde of voor de west, hè, zeg maar strafrecht.
Nee, dan mag je eerst een tijdje in één persoon cel zitten. Dan gaan ze eens kijken van, goh, hè, kunnen we jou samen met een ander plaatsen? En zo, ja, met wie? Hè, dat kan dan ook allemaal op zich best wel snel gaan. Maar dat is toch wel heel wat anders dan dat je ergens binnenkomt en ze zeggen, hup, je moet gelijk met z'n tweeën. En dan wordt er helemaal niet gekeken naar of mensen wel dezelfde taal spreken. Oh, dat interesseert ze geen barst. Er zitten gewoon twee mensen bij elkaar, passen of niet. Als ze met elkaar kunnen praten of niet, maakt niet uit. En wij gaan, dan ga je die isoleer wel in. Je bent gewoon in een hop met alleen maar een matras en je kan hier naar buiten kijken. En met een beetje pech laat ze het licht altijd een dag en nacht aan. Dat doen ze gewoon. Nou ja, het punt is dat vermeldt Amnesty ook in haar rapport, dat in sommige detentiecentra, in Schiphol geloof ik, dat daar ook mannen en vrouwen op dezelfde afdeling zitten. Wel in gescheiden cellen weliswaar, maar dat de doucheruimtes ook bijzonder slecht zijn afgeschermd en de wc's en dergelijke, die kunnen niet afgesloten worden van binnenuit, waardoor personeel zomaar onverhoeds kan binnenlopen en dat dus ook regelmatig doet. Terwijl ze zich aan het douchen zijn of op de wc zitten. Nou, dat gaat echt veel te ver. Lieve mensen, ik moet helaas deze uitzending gaan verlaten. Omdat ik eerder weg moet in verband met mijn werk. Ja. Maar voordat ik ga, wilde ik nog even een gedicht voorlezen. En daarna kunnen jullie tot 10 uur nog even rustig verder babbelen. Mike die zal dan de zaak verder afronden. Ik wil jullie in ieder geval namens mezelf en alvast hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Nou ja, bedankt. Dankjewel. Oké, en ik wil dan even een gedicht voorlezen van Allert van der Heijden. Dat heb ik ook onderaan mijn artikel geplaatst. Het gaat als volgt. Het is een gedicht wat mij ook raakt en wat in mijn beleving ook heel veel waarheid in zich draagt. Het gedicht heet De Laatste Grens. Achter grenzen van onschuld, als façaden voor de angst, wordt het onbekende onbeminder. Maar de vreemde is het bangst. Achter grenzen waar zo zeker prikkeldraad voor vrijheid staat, groeit het onheil steeds weer langzaam tot het recht het leven laat. Wanneer verraden woorden het verlangen van de ziel en spreken ogen ongeremd over die laatste grens die viel. Achter grenzen van overvloed, bezit als zekerheid, groeit het mateloze recht van hebben als een masker voor verlegenheid. Achter grenzen van het leven zoekt de waarheid naar het licht. Maar in de ogen van een zonderling kreeg bevrijding een gezicht. Van Allert van der Heijden. Oké. Heel mooi. Ik wens je nog een prettige voorzet. Allert van der Heijden, ja. Oké. Ik zal het je wel toesturen, Joke. Ja, is goed. Hey, heel erg bedankt. Ja, en jullie gaan even verder, hè? Ik trek me nu terug. Ja. Alleen Arend gaat weg. Dag Arend. Ja. Dag. Hoi. Wat ik eigenlijk gelijk wil toevoegen, ik denk dat gedicht ook wel een beetje dat uitdrukt. Ooit schreef iemand anders natuurlijk ook een gedicht in het verleden, dat was Pater Niemöller. Dat zal jullie niet onbekend zijn, het ging over de Tweede Wereldoorlog. En ik ken het niet letterlijk, maar het ging er in ieder geval over, eerst pakten ze de homo's op en ik zei niks, want ik was geen homo. En uiteindelijk pakten ze de joden op en ik zei niks, want ik was geen joden. En tegen de tijd dat ze mij oppakten, was eigenlijk niemand om voor mij te spreken. Nu kunnen we datzelfde gedicht kunnen we heel makkelijk opnieuw pakken en daar moslims of Roma voor in de plaats zetten. Arend heeft het al aangestreept. We zijn dus wereldwijd zijn we aan het afstevenen naar een politiestaat. En iedereen die nu luistert en denkt dat, het zal niet de doorsnee Argus of radioluisteraar zijn, denk ik. Maar toch, iedereen die nog mocht denken dat het, die mensen die zitten daar om een reden en ze zullen wel iets op hun kerfstok hebben. En mensen die dergelijke meningen erop nahouden. Niemand, maar dan ook niemand ontsnapt aan dit brute systeem. Nu overkomt het inderdaad deze mensen. Maar ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in Amerika. Dat is toch altijd wel een land waar je naar moet kijken om te weten wat er gaat komen. Die zijn vaak eerder met dit soort dingen. Is dat bij vliegvelden de veiligheidscontroles daar gewoon de spuigaten uitlopen. Je hebt daar de TSA, de Transport and Safety Authority. En die behandelen dus gewoon simpelweg iedereen als potentiële terrorist.
En je hebt daar tegenwoordig naked body scanners. Dat is een soort röntgenstraling waarbij men door je kleding kan kijken. Dat bestaat dus al. En die beelden worden ook opgeslagen. Dan kun je ervoor kiezen om daar niet doorheen te gaan. Dat heet opt-out. En op het moment dat dat gebeurt, wordt er ook keihard geschreeuwd, zodat iedereen het kan horen, dat jij als individu een andere optie kiest. Opt-out, opt-out wordt dan keihard geschreeuwd. En vervolgens is dus het alternatief dat je gesearched wordt. Hè? Dat er dus een persoon jou fouilleert. Maar dat gebeurt dus dusdanig grof. En daar komt het ene na het andere verhaal op dit moment van uit. Dus dat er daadwerkelijk echt gewoon geen enkele respect meer is voor edele delen. Dus mensen worden gewoon bij de genitaliën betast. En gewoon openlijk, waar iedereen bij staat. Vrouwen wordt gevraagd om de rok omhoog te doen. Mannen wordt gevraagd om de broek omlaag te doen. Dat soort dingen gebeuren dus al in Amerika bij gewone burgers. Weet je wat ook een heel belangrijk bijeffect hiervan is? Het is namelijk dat steeds meer mensen gaan akkoord met dit soort dingen. En de mensen die zich blijven verzetten, die zijn automatisch verdacht van waarom verzet je je? Je zal wel iets te verbergen hebben. Dat is net als met de ID-plicht in Nederland. Hè, die werd op een gegeven moment ingevoerd. Hoop protest. En nu is het al zo dat op het moment dat jij geen ID laat zien, dat eigenlijk alle omstanders om je heen, en de politie en iedereen, die gaan er al vanuit van je laat je ID niet zien, dan zal je wel iets te verbergen hebben. En ook nog eventjes over hè, nieuwe dingen die worden ingevoerd. Wat wij dus, wij bedoel ik mensen die al een tijd lang actie voeren op het terrein van die vreemdelingendetentie, is dat wij dus al jarenlang zien dat alle nieuwe dingen die worden ingevoerd, eigenlijk eerst worden uitgeprobeerd op het terrein van de vreemdelingendetentie. Neem nou de tweepersoonscel. Eerst uitgeprobeerd binnen de vreemdelingendetentie. De Bijsboten van Rotterdam, 2, 4 en 6 persoonscellen. Kampzijs, 2, 4 en 6 persoonscellen. Is eerst daar uitgeprobeerd voor het landelijk, voor alle gewone gevangenissen en huisvoorbewaring, werd ingevoerd. Hetzelfde geldt voor het privébewaker van de 4 Security Corps. Dat zijn die lullo's die in al die detenties werken, die helemaal niet weten waar ze mee bezig zijn, helemaal geen fatsoenlijke opleiding hebben gehad enzovoorts. Dat proberen ze nu eerst in al die detentiecentra uit of verwerkt. En de 4 Security Corps zit op dit moment te azen naar meer opdrachten in de gewone gevangenis. Dan komt vervolgens al de publiek-private samenwerking om de hoek kijken. Het detentiecentrum Rotterdam Airport is een gevangenis die is tot stand gekomen door publiek-private samenwerking. Dat betekent dat 3 consortia waren, die waren in de race om die opdracht te krijgen. En die kunnen dan opdingen tegen elkaar om die opdracht te krijgen. Op die manier haalt de staat gewoon de goedkoopste bidder, die halen ze eruit en die krijgt de opdracht. Nou, dat was in dit geval een consortium DC16, die hebben de opdracht binnengekregen, die hebben het ding gebouwd en die mogen het 25 jaar lang beheren. Het enige wat daar nog aan overheidspersoneel rondloopt, dat is de directeur en dat zijn de afdelingshoofden en nog wat personeel en de rest is allemaal privaat. Dus voor 4 security corps bewakers en al het andere personeel, administratief enzovoort. Het hele beheren ervan is allemaal privaat. De volgende die ze gaan bouwen, die komt op Schiphol. Dat is net zo'n soort gevangenis, ook weer door publiek-private samenwerking, ook weer met een contract van 25 jaar. Nou, je ziet het al helemaal aankomen, dat wordt dan nog een zogenaamd mooi en prachtig, hè. Maar ondertussen wat daar dan binnen allemaal gebeurd is, dat is net zo vreselijk als dat het al was. Dat verandert niks. De overheid nu, de nieuwe regering, die zegt van wij willen dat gevangeniswezen willen we helemaal privatiseren. Dan moet je opletten, zometeen, als zij de eerste geheel geprivatiseerde gevangenis gaan laten bouwen door een bedrijf, moet je opletten, dat zal een vreemdelingenretentiecentrum zijn. Ja, dat is heel goed dat je dat zegt, Joke. In Amerika is natuurlijk alles al geprivatiseerd, al heel veel jaren. Daar zijn ontzettend veel misstanden in gevangenissen, waarbij onder andere ook verrot voedsel wordt geserveerd aan gevangenen. Ja, en dingen die allemaal over de datum zijn, die ze dan komen, dan krijgen ze geld niet terug. Ja, precies. Dus je hebt helemaal gelijk. Het zijn allemaal testplaatsen waarbij... omdat je met stateloze mensen te maken hebt, je toch van alles en nog wat kunt uitproberen. Ik denk dat dat wel heel erg duidelijk is geworden uit de uitzending vanavond. Die mensen zijn bang, dus die zullen ook niet snel protesteren. Dus ja, dan kun je met heel veel wegkomen. Ja. En dan zit je dus in een situatie dat wij denken, omdat die mensen zijn opgesloten en ja, net wat je zegt, 9 van de 10 keer weten we niet eens wie daar zit, of dat nou bolletjes slikkers zijn of wat dan ook. Dus wij denken dat het allemaal niks met ons te maken heeft. Maar je zegt heel treffend,
Ja, als je de mentaliteit erop nahoudt, dan zul je wel iets te verbergen hebben als je dus niet akkoord wil gaan met dit soort maatregelen. Ik heb daar altijd een hele goede uitspraak tegenover en die mag je van mij lenen als je wil. Ik zeg altijd van, luister, als er in mijn huis niks te stelen valt, dan nodig ik toch ook niet de inbrekers uit om zeker te weten of dat wel zo is. Ja, dat is een hele goeie. Ja. Ja, precies. Dus natuurlijk heb ik wat te verbergen. En of ik wat te verbergen heb, dat heet namelijk privacy. Precies. Daar heb je helemaal niks mee te maken. Exact. Maar op tijdens het bezoek heb je ook helemaal geen enkel privacy. Ik bedoel, de security zit ook aan weerskanten, aan de kopkant bij wijze van spreken. En de mensen die daar gedetineerd zitten, die hebben veelal een rode sticker op de stoel. Zodat ze maar goed herkenbaar in zicht zijn. Hè? En ze zitten eigenlijk gewoon met recht en ook nog zichtbaar op een hete stoel. Op een stoel waar en de bezoekers zelf, ze hebben totaal geen enkel stukje privacy met degene die daar binnen zit. Alles horen ze, alles wordt nagekeken. Ik bedoel, het is gewoon erbarmelijk, het is schrikbarend en het is, mensontwaardig. En ze gaan gewoon op je lip zitten, hè? Want dat hoor ik dan ook heel veel van die vriendin van mij, Janneke, die mensen bezoekt. Dat bewaken ze soms gewoon echt bij gaan zitten. Ja, die bewaken ze echt op je lip zitten. Ja. Ja hoor, en ze lopen door de gang, ze kijken door de ramen en je hebt totaal geen enkel, je kan gewoon helemaal niets, je zit gewoon, ze mogen zelfs nog niet eens een blikje mogen ze halen, want als ze opstaan dan worden ze meteen teruggezet. Wat zeg jij? Als ze opstaan dan worden ze meteen weer terug op hun stoel gezet, dat was de eerste keer toen we kwamen. Dat is natuurlijk wel heel convenient hè, voor de directie en voor de TTNV, van precies zien wie het wanneer, vanuit welke cel, waarheen belt. Als jij bijvoorbeeld zegt van ik kom uit Irak en je komt in werkelijkheid uit Afghanistan, ik noem maar een gek voorbeeld hoor. Dan luisteren zij die telefoon af, ze luisteren de gesprekken af, ze kijken waar je heen belt. Dan kunnen ze dat gewoon weer tegen je gebruiken. Zo van, jij belde naar Afghanistan. Oh, dan kom je zeker uit Afghanistan. Dat is even mooi, dat kunnen wij weer gebruiken. Hè, dat scheelt weer in onderzoek. Dus het is privacy nul. Ja. 0,0. Ja, precies. Ja. En dat is voor het bezoek net zo min het is gewoon onprettig. Ik bedoel, als je al binnenkomt, word je ook al je moet alles uit, je moet 10 keer door zo'n poort. Ik bedoel, men kijkt je ook aan van wat kom je doen bij zo'n man of zo'n vrouw, bij wijze van spreken. Ik bedoel, we worden echt niet goed verwelkomd hoor. Nee, het bezoek wordt ook in argusogen bekeken, om het woord argus maar weer even te gebruiken. Argusoog, ja. Ik ben zelf van de week op bezoek geweest bij iemand in de baaisboot in Zaandam. En ik wou anderhalve maand geleden bij een ander op bezoek in de baaisboot in Zaandam. Dan sta ik dus bekend als activist en ik heb hier die baaisboot in Zaandam. Dan heb ik heel veel keren staan demonstreren, maar aan het hek vastgeketend, op kooien geklommen, van alles gedaan daar. En wat gebeurt er dan? Dan word je als bezoek geweigerd. Ik kreeg een toegangsontzegging van 12 maanden. Want ik was activist en ik zou de actie van buiten misschien wel eens naar binnen kunnen brengen. Nou, dan loopt nog een nieuwe groep met een beklagprocedure tegen. Want die jongen die wilde bezoeken, die is weer gelijk een beklag ingediend. En de Raad van Strafrechttoepassing heeft zich ook uitgesproken. Die heeft die hele maatregel geschorst. Dus we moesten afwachten op de uiteindelijke beslissing. Dus ik ging van de week een ander bezoek. Ik denk, kom er vast weer niet in. Maar goed, dan kom ik er dan weer wel in. Omdat op dit moment is die schorsing nog van de Raad van Strafrechttoepassing van toepassing is. En ze hebben de zoiets hebben van, dan moeten we er wel binnen laten. Maar ik bedoel, we dus met de grootste toestanden omgeven om daar überhaupt binnen te komen. En ze zijn als de dood dat mensen die kritisch zijn binnenkomen. Omdat die misschien dingen zien of opschrijven. Of omdat die misschien tegen de gevangenen zeggen van, je moet je beklag indienen. Dat zeg ik inderdaad ook, want ga je beklagen. Want heel veel mensen zijn dus ook vaak bang om klachten in te dienen. Maar feitelijk zouden ze dat allemaal de hele tijd gewoon op alle slakken zou ik moeten leggen en overal klachten moeten over indienen. Maar het punt is, als je dat niet doet, dan zegt zo'n detentiecentrum van klachten, dan krijgen we ook klachten. Het zal wel goed gaan hier dan, hè? Want we krijgen geen klachten. Maar mensen durven niet te klagen. Ja, en voor je het weet, Jonke, hebben ze detentiecentra voor mensen zoals jij.
Dan zien wij elkaar. Ik kan er niet over hebben, want daar kan ik ook nog wel een over uitweiden. Maar... Ja, dan zien wij elkaar ook nog een keertje in persoon. maar Argos Radio natuurlijk is ook een vorm van activisme. En wij brengen dit soort dingen met plezier naar buiten. En we hebben ook besloten trouwens om hier vaker aandacht aan te gaan te besteden. Want een van onze eigen vragen gedurende deze uitzending was... Dit moet meer naar buiten komen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het meer naar buiten komt? Nou, dan kunnen we in ieder geval onze eigen bijdrage aanleveren. Dus dan zullen we misschien nog wel een beroep doen op jullie in de toekomst om nog meer je verhaal te doen. Ik vond nog één ding heel interessant, Joke, want we moeten zo langzamerhand afronden. Zo dadelijk komt Simply Your Health met John Waterman. Maar één ding wat je zei, wat ik heel interessant vond, was dat dus de mensen die dit moeten uitvoeren, dus de bewakers zullen we maar zeggen, dat die zelf ook eigenlijk gewoon geen enkele vorm van opleiding of training in heel veel gevallen hiervoor hebben. Nou, ze krijgen een hele korte opleiding en die is alleen maar gericht op hoe controleren we mensen. Hoe moeten we mensen fouilleren, hoe moeten we mensen in de isoleercel gooien. Hele praktische dingen, maar het gaat helemaal niet over omgaan met mensen. Nou kijk, in Amerika, ik noemde dat voorbeeld al van de TSA. Die TSA die behandelt dus iedereen als een potentiële crimineel of terrorist. Want dat hebben we sinds 9-11, zeker in Amerika. Maar als dan vervolgens de antecedenten van de mensen die voor de TSA werken worden nagetrokken, dan blijkt het vaak ook om misdadigers, verkrachters en trouwens ook illegale te gaan. Die inderdaad ook zo'n hele kortstondige opleiding krijgen. Ja, en die dus gewoon de bullebak uithangen. En die kunnen dat ongestraft doen. Ja. Mag ik nog, voordat we zo meteen uitgaan, nog even één ding zeggen? Want wij publiceren dus verhalen op Vrijheid van Beweging. En ik wil langs deze weg gelijk iedereen die verhalen hoort of heeft uitnodigen om contacten met Vrijheid van Beweging op te nemen om verhaal te publiceren. En dat e-mailadres is info@vrijheidvanbeweging.nl. Voor verhalen en... vragen. En, ja. Dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Info uit vrijheidvanbeweging.nl. Mocht je dat in de gauwigheid niet hebben opgeschreven, uiteraard kun je die uitzending nog even terugluisteren. Maar je kunt het natuurlijk ook naar ons toe sturen, dan sturen wij het weer door naar Joke. info@vrijheidvanbeweging.nl. Nou, mag ik jullie alle drie hartstikke bedanken voor jullie bijdrage. Zoals het heel vaak gaat als ik Arend bijsta, dan word ik op het laatste moment eigenlijk bijgehaald. Weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik kan verwachten. Dus je hoort mij dan zo'n anderhalf uur alleen maar luisteren. En vervolgens ga ik ook mijn zegje doen. Maar ik heb in mijn oren staan klapperen. Ik wist natuurlijk wel dat dit bestond. Zo naïef was ik nou ook niet. Maar het was toch elke keer weer verschrikkelijk om te horen in detail. Wat er toch eigenlijk elke dag met onze medemensen in Nederland gebeurt. Een land wat het verdrag van de mensenrechten heeft onderschreven. Het is schandalig en het is heel erg goed dat we dit naar buiten brengen. En zoals ik al zei, we gaan dat vaker doen. Goed zo. Dus hartstikke bedankt. Helemaal goed. Ja, jij ook bedankt.